Goedemorgen. Goedemorgen. Jongens, meisjes. I have great hair, man. You see? Zit je net, als je daar gaat zitten, dan zit je in de zon. Oh, zou ik even in de zon? Ben ik niet nog mooier? Ja. Met mijn ochtendhoofd. Ja. Wij zijn vandaag wakker geworden. En er is gisteren een pakketje aangekomen en toen waren we niet thuis. En dat pakketje is dus dit. En wij gaan even vandaag kijken of het... leuk is. Ja. En of het goed werkt. En vanaf nu... dingen die ik bestel, waarvan we van tevoren denken, gaat het wat worden, noemen we koop of sloop. Dat is een goede naam, hè? Goed concept, schat. Ja. Ja. Kennen we niet van iemand anders. Oh. Oh. Ik had heel veel zin in dit, hè, jongens? Ja? Ongekend. Boom. Kijk wat we hebben, jongens. Wat is het? Dit is de welbekende. Deze werd echt overal. Die heb je echt... die heeft iedereen gezien. En ik had hem gewoon nog nooit gekocht en nog nooit getest. Maar dit is dus een... massagegun. Zo, hij is groot. Hij is echt heel groot. Ja, ik had hem wel kleiner verwacht of zo. What the hell? En kijk, hier hebben we dan allemaal verschillende opzetstukjes inderdaad. Die kun je dan erop zetten. Maar ik wil dit echt super graag hebben. Ik weet niet waarom. Het leek me zo chill of zo. Maar is hij draadloos? Moet je hem opladen? Ja, hij is... kijk, hij is nu aan. Oh! Hij is draadloos dus. Dat hoopte ik wel. Oké, even kijken, ja. Oh, volgens mij heb ik hem alleen niet goed erin gezet, nee, maar... ik ook niet. Wow, zag je hoe satisfying? Ja. Zo, dat is best hard. Ja, maar doe nu eens op je been dan. Wauw. Holy. Ja, werkt wel goed. Niet je balzak. Nee, weet je wat het was, hé? Ik wil deze eerst op Wish kopen, want ja. Jullie kennen mij, ik koop altijd dingen op Wish om die te testen. En toen wilde ik hem op Wish kopen en daar heb je natuurlijk niet echt een garantie dat je iets binnenkrijgt of dat het aankomt. Dat weet je niet van tevoren. Nee. Dus ik zag hem daar en daar stond dus eerst voor 13 euro kon je dit kopen. Yeah. Terwijl in Nederland is het allemaal 50, 60, misschien wel meer zelfs. Deze was 60 euro. Dus ik dacht, holy, voor 13 euro? Nou, dat wil ik wel proberen dan. Yeah. En dan is het, als die 13 euro kwijt is, is het wel jammer, maar dat is minder erg dan 60. Dus... toen dacht ik, oké, cool. Ik deed met mijn winkelmandje, ik ging checken en toen bleek het, werd het 49. Ja. Met verzending en extra kosten of zo, werd het in één keer 49. En toen keek ik dus op de Nederlandse website en daar zag ik voor veel goedkoper. En het was echt precies hetzelfde, het zag er hetzelfde uit allemaal. Ja, dus dacht niet voor veel goedkoper. Nee. Iets duurder, maar dan wist je wel zeker dat het binnen zou komen. Precies, dus dit was 60 euro en op Wish was het dus 49. En die 11 euro verschil, ja, dan loop ik liever... betaal ik liever meer, zodat ik geen risico heb. Ja, precies. Maar, wij vinden dit wel leuk, want nu kunnen we dit even testen. Ja. Goed. Dus als jij nou even bij mij doet. Ja, is goed. Je hebt hier dus allemaal dingen, dan kan je op... ik weet niet wat die 80 is, misschien batterijpercentage of zo. Ja. En als je hem aandoet, gaat hij hier op stand 1. Ja. Holy. Holy shit. Gaat hij ontploffen zo meteen of zo? Kijk hoe snel, je ziet het gewoon niet. Zie je dat op camera wel? Nee, is dat niet scherp. Oh. Hij kan het gewoon niet snel beweegt. Niet. Gaan we gewoon al lang. Wauw. Hij kan gewoon helemaal naar standje 30. Oh, ziek. Niet op je wang. Ah, oh, doet pijn. Gast, je hoeft geen hoofdmassage. Isa zegt dus, je hebt ook nog heel veel andere dingen. Kijk. What the fuck is dit? Wow, dit ziet er echt... plug. Ja, en een of andere soort dildo of zo. En deze zien er wel, zeg maar, normaal uit. Deze vrouw. Nou, het lijkt me niet echt lekker zo'n ding. Oh, deze lijkt mij echt chill, man. Ja? Ja, ik denk het wel. Serieus, als je die zo tussen je ruggenwerf of zo. Oh ja. Doek, 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 doek. Nee, ben benieuwd. En dit. En nog deze. Maar ze zijn wel een beetje kapot. Zie je dat? Nou ja, al soort van... alsof er een plasticje omheen zat en een plasticje is er. Ja, ja. Maar ja. Wel echt een vet ding. Ik ben nog tot nu toe best tevreden over. Ja, dat is best zwaar ding, hè. Hij is ook echt best wel groot. Doe hem eens naast je hoofd. Nice. Oké, voor de eerste keer even testen. We doen gewoon met een grote bobbel. Nou, let's go. Auw. Auw, niet op mijn rug, hè, wervel. Oh. Oké, we doen nu een standje harder, ja? Staat hij nu pas op 1? Dit is 1. Dit is 3. Wat de hel? Oh, maar hij gaat meer sneller, niet per se harder. Op 1 gaat hij heel rustig zo hard duwen. Wauw. We doen hem één keer op het hart, ja? Ja, doe maar op 30. Wow, ik begin... Wow! What the fuck? Holy shit, van binnen is dit raar? Alles trilt van binnen, hè?
Wow, kijk, ik krijg ook helemaal kippenvel. Wat de hel? Hey, holy, wat geniaal dit. Oh. Oh, het is wel lekker hoor. Ja. Nou, Isa heeft vanaf nu een nieuwe baan. Mij masseren, de hele dag. Oh. Ah. En doe eens nu hem uitzetten. Laten we eens één keer nog even een andere snel proberen, ja? Ga nu deze erop zetten. Dit is dus die... Zet je dat erop dan? Ja, volgens mij gewoon eraf trekken. Maar moet je niet iets met die knopjes doen of zo? Nou, dat lijkt me niet hoor. Trekken. Kun je het niet kapot maken gelijk? Nee. Omdat je ook een keer de gebruiksaanwijzing leest. Daar ben ik niet van, hè? Oké, zo. Is die goed? Dan moet je hem zo precies daar tussen doen, ja? Niet te hard gelijk duwen. Oeh. Maar mag wel iets harder duwen. Zo is lekker. Ook. Zo, het voelt zo raar. Het trilt zo erg. Oh, nice. Ja, we hebben een goede aankoop gedaan. Echt vet. Een lightning. Een kringbaan! Godverdamme. Hm. Ik doe nou niet. Dat doe je zo pijn. Prik je ogen eruit. Weer een leuk item. Ja. Zeker een koop. Geen sloop. Ja. Ga niet kapot gooien. Nee, zonde. Nee, ik had het ook teruggestuurd. Ik had niet gesloopt deze. Nee, dat is te duur. En helemaal omdat we het in Nederland hebben gekocht, kan je natuurlijk super makkelijk terugsturen. Als je ze op Wish koopt of zo, dat lukt niet. Ja. Maar zijn er nog andere dingen die mensen willen dat we testen? Ja, ik had laatst in mijn Insta-story gezet. Maar het is natuurlijk super handig als jullie hier beneden ook gewoon dingen laten weten. Waarvan je denkt, Quinn, dit zou super vet zijn als je het op Wish koopt. Maar ik durf het niet, zeg maar. Zo'n item moet het zijn. Maar misschien zijn het ook wel meiden die producten willen testen. Ja. Dus je mag ook wel andere producten, dan ga ik ook testen in jouw video's. Ja, dus laat gewoon alles weten. Dus mag meisjesproducten, jongensproducten, maakt niet uit. Gewoon iets leuks. Ondertussen is Isa, die is lekker naar huis gegaan. En ik heb even gedoucht, beetje opgefrist, nog wel een beetje moe. Maar toen kwam ik weer mijn kamer binnenlopen. En toen zag ik dus Pokémon kaarten liggen. Check even, gewoon een heel pakket. En toen dacht ik, hoe kom ik hier ook weer aan? Toen herinnerde ik het ineens. En deze heb ik namelijk op Wish gekocht. Allemaal Pokémon kaarten. Ik heb geen idee of ze ook echt zijn. Echt, ik heb er nul verstand van. Maar toen dacht ik, misschien is het wel leuk om die gewoon open te gaan maken met iemand die er wat meer verstand van heeft. Nu weet ik dus dat Enzo best wel veel Pokémon kaarten heeft. Dus laat even weten of ik het moet gaan doen. Misschien wil Enzo dan wel met mij deze Pokémon kaartje openmaken, als jullie dat ook leuk lijkt. Ik weet dus niet of ze echt zijn. Ik heb geen idee. Misschien kunnen jullie dat nu voor de mensen die wel verstand hebben van Pokémon kaarten al zeggen. Maar ik heb echt geen idee. Want het zijn natuurlijk wel vrij nieuwe kaarten, dus er zal waarschijnlijk niet echt iets zeldzaams in zitten. Maar ik heb nog wel heel veel oude Pokémon kaarten. Kijk, ik heb hier dus zo'n kast met allemaal leuke dingen erin staan. En ik weet niet of iemand dit nog kent. Een Beedyman of zo heet dit. Nou, dit is echt de shit, hè. Hier deed je dan knikkers in en die kon je zo afschieten. Ik vond dat zo vet leuk. Maar hier heb ik dus allemaal van dat soort dingetjes gewoon van vroeger ook. Net zoals mijn oude Pokémon blik. Die is wel echt flink kapot. En ik kwam die laatst tegen en toen dacht ik, holy, wat leuk, ouwe. Gewoon al die oude Pokémon kaarten. En ik heb ook geen idee of hier iets zeldzaams in zit. Maar ja, hier zitten er wel zeker een paar, ja, tussen. Ik ga even een beetje kijken. En ik weet nog wel van vroeger dat ik dan nep Pokémon kaarten ging maken. Dan gingen we op internet, printen we dan de voorkant van een Pokémon kaart uit. En die plakten we dan op een super slechte kaart. Zag er veel te nep uit, laat ik zo meteen ook wel eventjes zien. Maar check. Het heeft helemaal een reflectie, je kan het bijna niet zo goed zien. Maar hier heb ik dus wel een paar van die kaarten. Kijk, deze zijn best wel vet op zich. Nog wel redelijk nieuw, maar ja, nieuw kan je ook weer niet zeggen. Deze komen uit 2012. En de echte zeldzaam, die komen natuurlijk van veel eerder nog. Maar ja, dit zijn best wel leuke kaartjes op zich. Zal deze nep zijn? Ik weet het niet. Deze ziet er wel erg nep uit. Geniaal dat ik dat vroeger ging doen. Gingen we gewoon nepkaarten maken met Mace, deed ik dat. Kijk, deze is dus nep. Die hebben we dan daar overheen geplakt. Zie je heel duidelijk dat die nep is. Maar geniaal, dat deden we dus altijd. Gewoon om te proberen. Hele neppe, check. Hier zie je ook gewoon het randje zitten. Geniaal. Maar omdat we het dus over koop of sloop hadden net. Natuurlijk met de massagegun dacht ik... Ik heb ook nog deze, dus is dit nou echt een koopje waard of moeten we het gewoon wegdoen? Ik heb geen idee. Oh ja, trouwens iets superleuks waar ik knijter veel zin in heb. Vanaf nu ga ik 5 keer per week uploaden. Ja, superleuk natuurlijk. Op dinsdag en vrijdag komt er geen video. Op de rest van de dagen komt er elke dag een video of een livestream aan. Super veel zin in, ook weer eindelijk gamevideo's. Dus ik ben benieuwd of jullie het leuk gaan vinden. Ik denk het wel. Jullie hebben deze video nu gezien op 1 februari, dus vanaf nu... komen er 5 keer per week video's aan. Simon in Zuid. Een goede bloem.
Hoi. Hoi. Zit. Kijk, Bub kan druk, ja? Ik heb wasje. Hoog. Oh, wat is je? Nog eens, hoog. Auw. Hij beet te ver. Maar het wel lekker wasje. Jongens, we gaan iets leuks maken. Kijk, we hebben bladerdeeg. Nee, klaar, Bub. Klaar, kom, weg. Zo. Bloed, bloed, bloed. Ik moet een date in de sprik. Echt niet? Ja, echt. Echt. En wat is? Een date in de sprik. Wat is dat? Als je gebeten bent door een hond, moet je een tetanus spuit. Oh nee. Tegen de ziektes. Echt? Ja, een hond kan dan maar in je ziektes zuigen. En nu? Ik ga naar je mama. Ik ga dood. Maar nu heb ik allemaal bloed. Moet ik nu een tetanus prik? We zijn weer veilig. Kom, we gaan beginnen. We hebben dus bladerdeeg en worstjes. En die, ja, iedereen kent het toch wel? Ja. Ik denk echt dat iedereen dit kent. Standaard tractatie van de ja, klas. Ja, echt standaard. Dus we doen even eentje en vieren. Oh. Beetje scheef. Maar komt goed. En dan pakken we dus een worstje. Doe je dat goed? En mijn plasticje zit nog eronder. Die was ik dan weer vergeten. Oké, plasticje eraf. Ja. Worstje aan de plakkant. Ja, maar niet uit. Maar dat zou ik doen. Zo. En kijk, nu hebben we een worstje hapje. Lekker. Lekker, hè? Ja. Dus daar gaan we even allemaal van maken. Komt ie, ja? Ja. Zo. Wauw, Isa en ik hebben vandaag gekookt. Kijk, hier zijn onze, trouwens onze bladerdeeghapjes. We hebben er een paar op, maar kijk, wij hebben gekookt. We hebben vandaag allemaal lekkere dingen. We gaan namelijk crisp chicken met wraps maken. We hebben hier dus allemaal lekkere dingen. Doe ik zo. Doe ik dus niet te veel erin, want dan wordt het dus lastig. Dan maak ik zo een envelopje ervan. Kijk. En wat je dan hebt, dan heb je hem zo. En nu valt aan de onderkant niks uit. Super slim. Hartstikke lekker. Is makkelijk. Goed gelukt? Ja, lekker.